Het is begin 2018, het is een hele leuke tijd. Ik speel een voorstelling in het theater hier in Amsterdam, het Nieuwe LaMar theater. En tijdens de voorstelling moet ik van het podium af, en moet ik achterlangs lopen, snel verkleden en weer terug podium op voor de volgende scène. Dus ik ren af en achter trek ik een sprintje, want ik heb haast. Wanneer ik een keiharde klap tegen mijn voorhoofd krijg. Ik ben totaal gedesoriënteerd. Ik kruip op handen en voeten naar de zijkant van het podium. En ik ben blijkbaar tegen een decorstuk aangerend. Een, een duikplank, een metalen duikplank die daar hing. En die had ik niet gezien, want er stond gewoon geen licht op. En ik zit aan de zijkant, technici komen aangerend. Ik krijg een zak ijs. Uh, ik vraag: zitten mijn tanden nog in mijn mond? Want mijn hele hoofd voelde ontwricht. Maar die zaten gewoon nog in mijn mond. Ik bloedde nergens, dus ik dacht, nou, prima. Ik ga gewoon op voor de volgende scène. En ik heb die voorstelling uitgespeeld. Ik krijg een diagnose de volgende dag. Een lichte hersenschudding. Nou, dacht ik, ja, dat is lullig. Daar zal ik wel even over doen. Maar dat komt wel goed. Ik moest het rustig aandoen en dat deed ik ook. Maar het kwam helemaal niet goed. Sterker nog, het werd steeds erger. Ik had een, een hoofd... Alsof ik van dichtbij was beschoten door een jachtgeweer. Ik was de hele tijd duizelig, had het gevoel alsof ik de muren moest aanraken. Ik had piepen, suizen in mijn hoofd. Mijn lijf voelde aan alsof ik was overreden door een vrachtwagen. En bij alle activiteiten die ik deed, was ik gewoon kapot daarna. Dus zoiets als het uitruimen van mijn vaatwasser, dat moest ik dan halverwege stoppen omdat mijn lijf aanvoelde alsof ik een uur in de pieton in de Efteling gezeten had. Zoiets. Heerlijk.